Schrijfster Helene van Rooyen heeft haar volgers op Instagram weer eens op iets bijzonders getrakteerd: een onthullende foto van haar jongere vriend Bart die onder de douche staat. Bij de foto verklaart Helene dat Bart net een fietstocht van maar liefst 53 kilometer achter de rug heeft en te moe is om staan te douchen. Een krukje biedt uitkomst voor wat zij gekscherend noemt: opa. De relatie tussen Helene en Bart, die begon in 2013 kort na Helene's scheiding van Tom van Rooyen, heeft altijd voor opschudding gezorgd vanwege het aanzienlijke leeftijdsverschil. Helene, die 22 jaar ouder is dan Bart, was destijds sceptisch over de toekomst van de relatie. Als ik 60 ben, is Bart 39, reflecteerde ze in een interview met Linda's Zomerweek in 2016. De kans is groot dat we dan niet meer samen zijn vanwege onze houdbaarheidsdatum. Ondanks haar initiële twijfels over de levensvatbaarheid van hun relatie, is het paar nog altijd samen nu al meer dan een decennium. Bart heeft zelfs een huwelijksaanzoek gedaan, hoewel het stel benadrukt dat dit meer symbolisch was. Helene's openhartigheid over haar relaties en de onconventionele dynamiek met Bart, inclusief het leeftijdsverschil, heeft altijd veel aandacht getrokken. In haar eigen woorden was haar leven al vreemd verlopen voordat ze Bart ontmoette. Voor Tom was ik getrouwd met iemand die twaalf jaar ouder is, die de leeftijd van Bart's vader heeft, vertelde ze, wat de complexiteit van haar liefdesleven benadrukt.